Ik heb twee Lexus IS 200. Eentje met de zescilinder op LPG. Die heeft 497.000 kilometer gelopen. En ik heb een IS 200 met een V8 4,3 liter Lexus motor. Die komt uit een LS 34. Die is gekocht bij Van Deinze. Bij Eindhoven is dat, geloof ik, door de vorige eigenaar. Het eerste gevoel toen ik met deze auto reed was dat hij behoorlijk wat power had. En nou ja, ik kwam met hem van Breukelen, waar mijn zoon woonde, Amsterdam, Breukelen, af. En kwam in Eindhoven. Toen haalde me iemand in met een Jaguar, een Duitser. En die gaf behoorlijk wat gas. Nou, daar ben ik eens even achteraan gedoken. En die Duitser wist ook niet wat hij hoorde. Het was duister en donker in ieder geval. En hij schrok zich wezenloos. Ik was eigenlijk op zoek naar een Z3M. Omdat ik dat een hele mooie auto vind. Dan zo eentje met een verlengde bak. En, maar die zijn verschrikkelijk duur. En dit is een stuk gunstiger te koop. Er zijn wat probleempjes, met name de aansluiting elektronisch klopt niet 100%. Het grootste probleem wat ik tot nu toe heb gehad is dat ik zonder brandstof, terwijl de brandstofmeter nog lang niet aan dent was, heb gestaan, 's nachts om 12 uur. Maar de ANWB heeft dat fantastisch opgelost door mijn kannetje benzine te verkopen. En dan kon ik weer verder. Heeft de automaat van de achtcilinder in liggen. En toch trekt hij. Ik krijg hem met slippende wielen in ieder geval een trekken. En je ziet het er bijna niet aan dat die opgedraaid is. Dus dat er een andere motor in ligt. Gewoon rustig doorrijden. En, ik rij alle auto's op. Dus deze ook.